En ik denk dat elke dirigent dirigeert zoals wat hij is. De een is erg rustig, de ander is meer flamboyant. Ik denk dat ik meer van die expressieve kant ben. Ik heb veel Russische invloed gehad in de Russische muziek. Ik heb voornamelijk Russische muziek gedirigeerd in Rusland. En ik heb veel van de muzici geleerd en ik hoop dat zij ook iets van mij hebben geleerd. Welkom bij de bank met Konrad van Alphen. Konrad, geef eens een korte introductie over jezelf. Nou, ik ben Konrad van Alphen, Zuid-Afrikaans-Nederlands dirigent. Ik ben artistiek leider en dirigent van Sinfonia Rotterdam. En daarnaast dirigeer ik eigenlijk internationaal veel landen in de wereld. Geef eens een paar voorbeelden. Rusland, Duitsland, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Denemarken, Engeland. Genoeg. Een echt internationale dirigent. Absoluut, ja. En waar zitten we hier en waarom zijn we hier? We zitten hier in de Doelen in Rotterdam. En we zitten hier omdat eigenlijk de Doelen heeft Sinfonia Rotterdam van het begin af ondersteund. Toen ik het orkest oprichtte. En dat was in het jaar 2000. En volgend jaar gaan we hier een nieuwe serie starten in de Juriaanse zaal. En dat heet Mozart na de maaltijd. Konrad, je bent dirigent. Ja. Hoe ben je daar mee begonnen? Eigenlijk vanuit het spelen in een orkest. Mm-hmm. Ik heb heel lang contrabas gespeeld in een symfonieorkest. En ik heb altijd gekeken naar wat de dirigent doet. Altijd geanalyseerd. En het was altijd mijn droom om het te doen. En op een gegeven moment dacht ik ga dat uitproberen. Heb ik gedaan. En ben gaan studeren. Mm-hmm. Ben les gaan volgen. En zo ben ik er langzaamaan ingerold. We hebben hier ook een kamerorkestopstelling staan. En Sinfonia Rotterdam is ook een kamerorkest. Waarom nou dat soort orkest? In de tijd toen ik het oprichtte in 2000 was er geen onafhankelijk kamerorkest in Rotterdam. Dus, en wij vonden, ik samen met een groep muzici, dat het belangrijk was om dat te hebben. We staan hier bij de dirigeerbok. Ja. En je hebt ook je stok meegenomen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Het belang van de stok voor jou? Nou, voor mij, dit is gewoon een heel goedkoop dirigeerstok. Plastic en kurk. €25 volgens mij kost die ongeveer. En hij gaat niet kapot. Hij is erg sterk. Ja, het is eigenlijk wat ze zeggen een extension van je hand. Mm-hmm. Dus als je dirigeert, dan vooral als je grotere orkesten dirigeert, dan heb je echt wel, ik vind dat je echt een stok nodig hebt. En we hebben ook een aantal partituren mee. Ja. Dus bovenop ligt de Nutcracker Suite van Tchaikovsky. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik heb gewoon een aantal partituren meegenomen. Sommige zien er gewoon mooi uit. Maar bijvoorbeeld Tchaikovsky en Notenkraker hebben we onlangs gedaan in de Doelen. De opening van de Music for the Millions serie in september. En was een groot succes. In de uitzending zal er ook nog een film zijn van dat concert. Ja. Hier zie je ook Romeo en Juliet van Tchaikovsky. Dat heb ik tussen kerst en oud en nieuw heb ik uitgevoerd in Boekarest. Met Boekarest Symphony Orchestra. Ben je daar vaker gastdirigent? Dit was de eerste keer in Boekarest. Oké. Okay. Ja, was heel interessant. En Mozart natuurlijk. Ja, er zit veel Mozart. Wij spelen met Sinfonia Rotterdam veel Mozart. Deze symfonie nummer 39 van Mozart gaan we in Chili uitvoeren. In maart, als we met Sinfonia Rotterdam daar op tournee gaan. Oké, okay. En ga je dan alleen naar Chili of is het nog andere? Alleen naar Chili. We gaan daar in een Mozart-festival spelen. Gaan okay. We vier volledige Mozart-programma's doen in een week. Wauw. Konrad, je dirigeert op heel veel plekken. Ja, en heel ongebruikelijke plekken ook. Ja. Ik was 4 jaar lang chef-dirigent in de Caucasus. Mm-hmm. In een plek dat heet Kislovodsk. Nou ja, daar heeft inderdaad, je schudt je hoofd, daar heeft niemand hier nog ooit iets van gehoord. Ja. Prachtig plek met een prachtige filharmoniegebouw. Hoe ik daar terecht kom, ik weet eigenlijk niet hoe alles komt. Misschien is dat geluk, misschien is dat lot. Maar ook gewoon omdat ik dingen durf te doen en dingen anders durf te doen. Ja, en dat merk je dan ook in de manier waarop je muziek interpreteert misschien? Ik denk het wel. Mijn hele leven is niet standaard geweest. Ik ben in Zuid-Afrika opgegroeid. Ik heb daar van alles en nog wat meegemaakt en gedaan.
Op een gegeven moment was ik 26 jaar oud en gewoon alles verkocht in Zuid-Afrika en verhuisd naar Nederland. Mijn leven is zeer vol geweest. Mm-hmm. En met heel verschillende en heel extreme situaties. En ik denk dat dat natuurlijk als artiest, als kunstenaar of als muzikus, ja, dat bepaalt heel veel. We zijn even naar de grote zaal gegaan hier in de Doelen. Ik wil het ook nog even specifiek over Sinfonia Rotterdam hebben. Ja. Hoe is het nou ontstaan? Nou, in 2000 hebben we een orkest opgericht uit mensen die hier in Rotterdam al veel samenspeelden. Een groepje muzici, jonge professionals. En die hebben mij gevraagd om een concert te dirigeren. Dat was een groot succes. Dat was nog in de Paradijskerk op de Nieuwe Binnenweg. Mm-hmm. En het was zo'n succes dat we hebben beslist om dat verder door te zetten. Nu hebben we hebben subsidie, we hebben sponsoring. We zijn natuurlijk ontzettend gegroeid in de afgelopen jaren. Artistiek heel veel gegroeid, maar ook qua professionalisme, kantoor, bestuur, samenwerkingspartners zoals de Doelen en het Wereldmuseum hier in Rotterdam. Ja, het belangrijkste is, waarom doen we dit allemaal? Om prachtige concerten te spelen en om onze liefde in het muziek maken te delen met het publiek. Als je heel veel meemaakt in het leven, dan dirigeer je ook op een andere manier.